eindelijk weer naar kantoor. Hoi, goedemorgen. Zo voelde het vandaag voor veel mensen die weer naar hun werk mochten. Het voelt net als een schoolreisje. Heel fijn. Goedenavond. Een heel schooljaar in coronatijd. Hoe was dat voor basisschoolleerlingen? Onderwijsminister Slob kwam er vandaag op de Willy Brodersschool in Herveld over praten. Je hebt ook leren denken, anders leren denken. Maar je hebt oplossingen leren denken in oplossingen. En na de uitschakeling van Oranje gisteren in Boedapest is de teleurstelling bij de supporters groot. Helaas, het is jammer. Mocht niet baten, zo een beetje kort, jammer genoeg. Maar ja, we doen er niks aan. Ja, ook vandaag mag er weer meer. Zo gaan er weer medewerkers naar kantoor, omdat de coronaregels die door het demissionair kabinet zijn opgelegd weer zijn versoepeld. Ook bij een verzekeraar in Wageningen zijn er medewerkers die sinds het begin van de pandemie thuis werkten. En nu kunnen ze elkaar weer op kantoor op 1,5 meter in de ogen aankijken. En dat echte contact, dat hebben ze wel gemist. Hoi, goedemorgen. Welkom op kantoor. Ja, heel fijn. Vera werkt al sinds maart vorig jaar thuis vanwege de pandemie. En nu is ze terug op kantoor. Het voelt net als een schoolreisje. Heel fijn, ja. Je mag eruit. Dat. Collega's live ziet, niet meer op een plat beeldscherm. Gewoon elkaar weer even actief kunnen ontmoeten. Dat is heel fijn. Ze is niet de enige die weer geniet op het kantoor. Ik ben heel blij. Ik heb vandaag ook een workshop met veel mensen die ik nog nooit heb gezien. Al wel heel vaak online, maar nog niet in het echt. Ontzettend leuk natuurlijk om de mensen weer te zien. Toch blijven medewerkers ook thuis werken. En de combinatie met af en toe op kantoor werken wordt hier de norm. Het is bij ons nog wel steeds thuiswerken tenzij. Hè, want we zien toch dat we met die 1,5 meter toch nog afstand moeten houden van elkaar. Dat betekent bijvoorbeeld dat nog gemiddeld maar 30% van de werkplekken beschikbaar is. Maar het voelt echt als een eerste stap naar het nieuwe normaal. Dus dat voelt goed. Dat je weer op je werk mag verschijnen, dat is ook weer wennen voor sommigen. En daarom heeft etikettendeskundige van Ditshuizen wel tips. Tip 1, geen teenslippers, geen korte broek, niet te bloot. Gewoon netjes weer verzorgd. 2, dat is begroeten. Dat zal voorlopig anders zijn. Dus voorlopig in elk geval moeten we afstand houden. Je kan nog geen handen schudden. Voor zover er überhaupt gezoend werd, dat kan voorlopig denk ik niet. En dat 3 keer zoenen is natuurlijk ook een totaal overbodig en door veel mensen heel onprettige begroeting langzamerhand geworden. Ik denk dat veel mensen blij zijn als dat zoenen 3 keer zoenen ophoudt. Ja, rechtszaken die niet door konden gaan of uitgesteld moesten worden. Het Paleis van Justitie dat maanden dicht zat en coronaproef gemaakt moest worden. De coronacrisis heeft een behoorlijke impact gehad op de rechtspraak. Zoveel zelfs dat er een behoorlijke achterstand is in het afhandelen van rechtszaken. Voor corona waren er al achterstanden bij de rechtbank. Door de coronamaatregelen zijn die verder opgelopen. Rechtbank Gelderland doet zo'n 160.000 zaken per jaar. Met name het strafrecht en het bestuursrecht hebben we wat extra achterstand opgelopen. Er zijn misschien 2000 extra zaken in de achterstand gekomen. Dat is veel, dat is te veel. Maar op het grote geheel denk ik dat we het onder de omstandigheden gewoon maximaal hebben gedaan. De rechtbank in Arnhem en Zutphen moest het afgelopen 1,5 jaar onder ongewone omstandigheden werken. Eerst een paar maanden dicht, al werden er wel zaken digitaal en schriftelijk afgedaan. Toen gingen de rechtbanken weer open, alleen wel zeer beperkt vanwege de 1,5 meter maatregel. Om achterstanden in eenvoudige zaken aan te pakken, werd ruimte gehuurd in het Stadstheater Arnhem. De zalen uiteindelijk waren heel goed en goed ingericht. Voor het personeel was het leuk dat er gewoon toch werk was. En voor de rechtbank was het een uitkomst. In het Stadstheater worden 3 foyers als zittingzaal gebruikt. Ook nu er weer voorstellingen worden gehouden. Want het contract loopt in principe tot en met december. In principe werken zij hier tot 5 uur of 6 uur. En zo. En als we dan s'avonds op de dagen dat we s'avonds voorstelling hebben, dan hoeft dat niet te conflicteren. Dus dat kan gewoon heel goed samengaan. En ik ben een paar keer binnengelopen. Ik vond het heel leuk om te zien hoe dat dan werkt bij een rechtbank. En andersom, wat ik zeg, mensen van de rechtbank, daar waren bij, die waren nog nooit in het theater geweest. Het is niet te zeggen hoe lang het gaat duren voordat alle achterstanden bij de rechtbank Gelderland zijn weggewerkt. Ja, met het einde van het schooljaar in zicht wordt het tijd om terug te blikken. Hoe was het voor kinderen in groep 8 die in hun allerlaatste basisschooljaar voor een groot deel online les kregen?
Onderwijsminister Slob bezocht vandaag onder meer de Sint-Willy-Brordenschool in Herveld om dat te horen. Goedemorgen. Daar zit de hele klas. De leerlingen van groep 8 zijn net terug van kamp. Een feestelijke afsluiting van hun laatste schooljaar, waarin door corona alles anders was. Nou, het was wel een raar schooljaar, want je zat niet de hele tijd met iedereen in de klas. Toen we thuis zaten was het best wel saai, want je zat maar alleen achter je scherm. Op een gegeven moment wen je er gewoon aan. Het is er gewoon. De klas is de zware tijd goed doorgekomen. Er zijn nauwelijks leerachterstanden. Toch waren er wel zorgen. Ik kreeg s'avonds, soms wel eens om 11 uur, kreeg ik nog vragen en berichten over schoolwerk dat gemaakt moest worden. En dat zijn dan weer dingen waarvan je denkt, hey, klopt, ze moeten het zelfstandig doen. Maar eigenlijk waren ze er ook nog niet helemaal klaar voor. En die begeleiding was echt heel belangrijk. Omdat om 11 uur s'avonds het niet normaal was om nog huiswerk te maken? Nee, dan hoort een kind te slapen. Ja, er waren kinderen die hadden geleerd om te plannen. En wat meer ook zelf, ik zeg het dan met mijn woorden, eigenaarschap te hebben over hun schoolwerk. Ja, dat moeten we natuurlijk niet weggooien na deze coronatijd. De minister noemt het belangrijk om de leerlingen goed te blijven volgen. Nou, volgen bijvoorbeeld wat zijn hun achterstanden. En waar zitten die achterstanden? En scholen ook helpen om die achterstanden ook weer weg te werken. Alleen spelling misschien. Daar loop je wat achter. Ja, ik vind spelling wel heel erg moeilijk. En dat had op school misschien wat beter bijgespijkerd kunnen worden, denk jij? Ja, maar we krijgen wel van spelling krijgen we wel altijd extra instructie. Dus het gaat nu wel wat beter. Zeg maar corona. De uitschakeling van het Nederlands elftal op het EK gisteravond in Boedapest was voor velen onverwacht en kwam keihard aan. Toch bleef voor zover bekend de sfeer overal goed in de provincie. Op de zogenoemde Oranje Rotonde in Apeldoorn kwamen na de wedstrijd zelfs nog een paar honderd Oranje fans bij elkaar en werd er nog een klein feestje gebouwd. De politie stond toe dat de rotonde werd ingenomen en op een paar kleine ruzietjes na hoefde er niet te worden ingegrepen. En de teleurstelling over de uitschakeling is zo groot dat in menig Gelderse Oranjestraat de versieringen inmiddels weer zijn weggehaald. De Verzandstraat in Apeldoorn. Zo te zien wonen hier de echte Oranje-fans. Maar straatbewoner Kees Bronkhorst is zo teleurgesteld over de uitschakeling dat hij al die Oranje-versieringen er vandaag weer afhaalt. De teleurstelling was zelfs zo groot dat Bronkhorst zich daar gisteravond direct na de wedstrijd niet meer toe kon zetten. Nou ja, de teleurstelling is dan zo groot. Nou, dan ga je echt alles kapot maken en dat is ook weer niet nodig. Nee. Ja, dan kun je beter inderdaad nog een dagje wachten. Ja. Jammer, zijn we niet nog een ronde verder gekomen. En is dit gewoon het einde, dus gaan we het maar weer opruimen. Maar liefst 3 avonden hielp de hele buurt mee om de straat oranje te laten kleuren. Het versieren verbroederde. Na de wedstrijden spraken de buurtgenoten op straat de wedstrijden nog even gezellig na. Maar dat was gisteravond wel anders. Nee, ik heb weinig mensen buiten gezien gisteren. Ik denk dat iedereen gewoon stilletjes in zijn huis is gebleven. Ja, om het verdriet een beetje te verwerken. Ja, het was jammer genoeg geen beste wedstrijd. Waar lag het dan? Ik zou er meer peper in hun reep moeten hebben, wat mij betreft. En toen ook nog een rode kaart. Nou, toen was het natuurlijk helemaal gewoon klaar. En toen nog Frank de Boer. Ja. ja. Toch kan Nederland een mooie sportzomer tegemoet zien met wielrennen en de Olympische Spelen. Zou dat geen reden zijn om de vlaggetjes te laten hangen? Ik denk dat het ook met corona te maken heeft dat soort dingen nu echt niet heel erg leven. We gaan het gewoon maar opruimen. Misschien volgend jaar beter. Toch? Hopen we. Blauwalg is in de zomer vaak een grote spelbreker. In Groenlo hebben ze een manier gevonden om de lastige bacterie tegen te gaan. Een drama voor wielrenner Robert Gesink in de Tour. De Achterhoeker is vandaag in de 3e etappe uitgevallen. De renner uit Varsseveld, hier tijdens een training, was betrokken bij een valpartij. Met een op het oog gekwetste pols, elleboog en schouder moest de ervaren renner opgeven. Hij was voor de ploeg een van de belangrijkste steunpilaren in de bergetappes. Het is de 4e keer dat Gesink uit is gevallen in de Ronde van Frankrijk. Burgemeester Bruls van Nijmegen heeft vandaag voor de laatste keer de speciale coronavergadering van het Veiligheidsberaad van Burgemeesters voorgezeten. Sinds februari 2020 kwamen de burgemeesters, die een veiligheidsregio vertegenwoordigen, vrijwel wekelijks voor een corona-overleg bij elkaar met de minister. Met alle versoepelingen die zijn doorgevoerd is dat nu niet meer nodig. Volgens Bruls, die voorzitter is van het beraad, gaat het overleg in de waakstand.
En de Oosterkerk in Aalten heeft gisteren de laatste dienst gehad. Vandaag is al direct begonnen met het uitruimen van de kerk. Gisteren werd er nog gezongen en gebeden. En vandaag stonden er verhuisdozen. Met een afnemend aantal kerkbezoekers en minder inkomsten kon het bestuur de deur niet langer openhouden. Eerder moest om dezelfde reden de Westerkerk ook al sluiten. En in de Oosterkerk komen 25 zorgappartementen. Arnhem heeft al ruim 20 jaar een stedenband met het Chinese Wuhan. Maar moet die wel in stand gehouden worden? Nu steeds meer bekend is over de mensenrechten schendingen tegen de Oeigoeren in dat land. Dit is een vraag die de Arnhemse gemeenteraad momenteel bezighoudt. De 25-jarige Ahmadjan Kasim vluchtte 10 jaar geleden vanuit het Oeigoers gebied in China naar Nederland. Hij woont nu met zijn moeder in Ede. Van zijn vader hoorde hij al jaren niets. In 2017 kreeg ik van een kennis te horen dat hij was meegenomen. En sindsdien heb ik eigenlijk geen contact meer met mijn vader. Ik heb geen idee waar hij is. De discriminatie in zijn thuisland herinnert hij zich nog levendig. Toen ik naar basisschool ging, zei docent altijd, als ik een goed antwoord gaf, zei docent van, als een Oeigoer een goed antwoord kan geven, waarom kunnen jullie Han-Chinezen kunnen dan geen antwoord geven? En sindsdien is de situatie met de komst van de concentratiekampen alleen maar verslechterd. Verplichte sterilisaties en verplichte abortussen. De geboortecijfers zijn de afgelopen 2 jaar met 50% gedaald. Toch wil wethouder Jan van Delle de stedenband van Arnhem met Wuhan in stand houden. Op vragen hoe hij de mensenrechten situatie daar precies weegt, wil hij niet ingaan. Om te zeggen van wat is dan een grens? Die is zo moeilijk vast te stellen. We zeggen van nou, tot zo en verder gaan we niet. Dit is de grens, hier trekken we de grens en dan niet verder. En dat doen we onvoldoende op dit moment. Als je stedenband aanhaalt, dan moet je ook bepaalde onderwerpen bespreekbaar maken. Maar dit soort onderwerpen zijn totaal niet bespreekbaar met een stad uit China. Een aantal raadsfracties maakt zich sterk om een einde te maken aan de stedenband. Wij vinden het immoreel dat een stad als Arnhem, waar wij de vrijheid hoog in het vaandel hebben, om een degelijke stedenband met Wuhan, China, te blijven handhaven. Maar een raadsmeerderheid lijkt daar niet in mee te gaan. Zij vinden dat, ondanks alles, de dialoog moet worden blijven gezocht. Een groep van particulieren, maatschappelijke organisaties en zakelijke investeerders steekt 7,2 miljoen euro in de aankoop van landbouwgronden. Stichting Aardpeer wil die grond verpachten aan boeren die beloven ook te werken aan de natuur. Burgerboerderij De Patrijs in Vorden is een van de 7 boerderijen in Nederland die is uitgekozen om mee te doen. Nou, op dit moment boeren we nog niet zo heel erg veel. We zijn nog heel erg druk bezig met de overname van de boerderij. We zijn al wel een beetje begonnen, dat zie je hier eigenlijk achter. En dit is wel een beetje wat laat zien hoe we het uiteindelijk willen gaan doen. Dus op een natuurinclusieve manier boeren. Met aandacht voor de bodem, de natuur, biodiversiteit. Hier zitten bolletjes aan de wortel. Daar zitten bacteriën in die stikstof binden. En die geven dat aan de plant, waardoor je geen kunstmest hoeft te gebruiken. Johanna Maloteau en Johannes Regeling zijn beide ecoloog. Zij dromen ervan een eigen gemengde ecologische natuur-inclusieve boerderij op te zetten. Een gemengd bedrijf waar de bodem gezonder wordt, bloemen en insecten terugkeren en CO2 wordt vastgelegd. Ik denk zelf dat het gangbare systeem doodloopt. Dat we daarmee namelijk buiten de grenzen van onze aarde aan het produceren zijn en dat we dat daarmee dus niet volhouden. Dus we zijn hier op zoek en we zijn er ook nog lang niet. Maar we zijn op zoek naar een manier van boeren die volhoudbaar is voor onze aarde en toch ook een goede opbrengst heeft. Heel belangrijk om het zo te doen, ja. Want wat wij ook als ecoloog heel erg hebben gezien is welke invloed ons huidige landbouwsysteem heeft op de natuur, maar ook op landbouwgebieden, ook op de bodem van landbouwgebieden. En wij denken dat door met zo'n ecologische bril daarnaar te kijken, dat we daar grote stappen vooruit in kunnen zetten. 4 hectare kunnen ze pachten van Aardpeer, maar dat is nog niet genoeg om hun droom uit te laten komen. Een crowdfundactie moet uitkomst bieden. Om 500.000 euro op te halen bij burgers, zodat ze mee-eigenaar kunnen worden van de boerderij. De steun die we daaruit ervaren, die is fantastisch. Bijna elk jaar heeft de gracht van Groenlo te maken met blauwalg. Het waterschap Rijn en IJssel deed jarenlang onderzoek naar de waterkwaliteit en denkt nu een oplossing te hebben gevonden om de overlast van blauwalg tegen te gaan. Dat komt de gemeente Oost-Gelre goed uit, want de gemeente ziet kansen voor toeristische activiteiten. Nu ziet het water er goed uit, maar elke zomer lijkt het raak te zijn met blauwalg in de gracht van Groenlo.
Het waterschap Rijn en IJssel deed jarenlang onderzoek naar de waterkwaliteit in de gracht en lijkt nu een effectieve oplossing te hebben gevonden om de blauwalg te bestrijden. We gaan het minder diep maken. We gaan zorgen dat de oude sliplagen, die heel voedselrijk zijn, worden afgedekt met een zandlaag. En we gaan ervoor zorgen dat de oevers op een andere manier worden ingericht, zodat er veel meer waterplanten zijn. De blauwalg heeft er al meerdere keren voor gezorgd dat verschillende activiteiten op de Goolse gracht niet door konden gaan. Nu er een oplossing lijkt om de blauwalg te bestrijden, wil de gemeente Oost-Gelre de gracht beter gaan benutten voor toeristische activiteiten. En dat helpt ook bij het Groenlo verder op de kaart zetten. Groenlo, vestingstad in het hart van de Achterhoek. En daar hopen wij ook meer mensen mee naar Groenlo te trekken uiteindelijk. Een nieuwe activiteit voor komende zomer moet het kanovaren worden. Ondernemer Michael Lammers wil toeristen vanaf het water de geschiedenis van de stad op een andere manier laten ervaren. De gracht is zo prachtig eigenlijk en het is heel mooi om langs heen te wandelen. Maar zoals ik hier nu lig op de gracht, dat is zo'n andere dimensie. En het is wel heel mooi dat je daar nu honderden jaren later op deze manier ook van kunt genieten. Het waterschap hoopt volgend jaar met de werkzaamheden in de gracht van Groenlo te starten, waarbij het probleem structureel moet worden opgelost. We zijn een beetje afhankelijk hoe het klimaat zich gaat ontwikkelen de komende jaren, want hoge temperaturen, dat is nog wel een kwetsbaar problematiek. Maar wij verwachten dat we het voldoende onder controle kunnen krijgen. En dan krijgt u nog het weer. Vanavond trekken vrijwel alle buien weg en vannacht blijft het dan ook zo goed als droog. Plaatselijk vormt zich mist, want er staat vrijwel geen wind. Kouder dan 16 graden wordt het niet. Morgen laat de zon zich zo nu en dan zien, en vooral in de ochtend. En in de middag komt meer bewolking opzetten en vormen zich enkele regen- en onweersbuien. Deze buien hebben opnieuw een lokaal karakter. Het wordt 23 of 24 graden en dan waait de zwakke tot matige wind uit het noordwesten. Ja, de komende dagen dan wordt het minder warm. Zon en wolken wisselen elkaar af en soms valt er een bui. En dit was het Gelders Nieuws. Op onze site en onze app leest u onder meer dat de Arnhemse golfster Anne van Dam als eerste Nederlandse speelster mag meedoen aan de Olympische Spelen. Het hele verhaal op gld.nl. Ik wens u nog een fijne avond.